Ik ben best trots op u, jongen. We gaan groentesoep maken. Doe jij de wortels? Doe ik die eieren? Ja. Ja? Mijn moeder maakte die groentesoep. Daar keek ik over de schouder mee. En zo heb ik het leren maken. Ik vermoed dat zij het weer van haar moeder heeft geleerd. Zo is het een soort familietraditie geworden. Het is echt heel leuk. Vroeger kookte ik niet of nauwelijks, omdat Hassan altijd kookte. Mijn vader die ging wel echt bewust proberen te leren koken. Daardoor heb ik toch wel heel veel dingen opgepikt. Hij is er niet meer. En nu kook ik dus altijd. Doe je olijfolie in de pan? Ja. De laatste keer dat we in Marokko waren, toen kregen we allemaal een fles olijfolie mee. Wat ook een uitdaging is tijdens het vliegen. Ja. Maar wel heel lekker. Deze mogen er wel al bij trouwens, Larie. Beetje liefdevol. Niet zo smijten. Dat is toch juist leuk. Ik doe er even een bouillonblokje. Ik vind het altijd fijn als we er een bouillonblokje in doen door het te verkruimelen. Ja, dan mag jij dat doen. Dat kan ik heel goed. Je moet het heel hoog doen van het vuur. Nee, want dan gaat het ernaast. We hoeven geen zout in te doen, want we hebben het bouillonblokje natuurlijk al. Het Marokkaanse deel van de soep is saffraan uit Marokko. Het is heel slim om de saffraan op de warme deksel te laten voorverwarmen. Door die warmte krijgt die saffraan een boost. Het maakt alles heel een soort van hartig of zo. In echte groentesoep zit ook nog peterselie. Ah ja. Nou heb je geen peterselie hier in de soep. Het kan wel zonder. Nee, maar ja. Gewoon eetbaar. Oké. Okay. Super is klaar. Ja, eet smakelijk. Eet smakelijk. Ik ben benieuwd. Ja. Goed gedaan. Nou, doen we nog een keer. Ja, maar dan met peterselie. Ja.